Hey iedereen, welkom op deze donderdag. En vandaag een video, eigenlijk een promo video. Dus ik ga beginnen met een volledig nieuwe YouTube series. Het blijft wel op dit YouTube account, dus daar moet je geen schrik voor hebben. Maar de series gaat noemen Deze Wereld Is Shit. Nu, of Deze Wereld Is Kut. Ik ben er nog niet helemaal uit, maar de eerste episode gaat vrij snel online komen. Nu, waarom doe ik dit? Omdat ik vind dat er heel veel dingen mis zijn in de wereld. En dingen dat gebeuren, dat echt niet oké zijn. Dat kan te maken hebben met echt van alles. Dat kan een HLN-artikel zijn, iets dat op het nieuws is gebeurd. Iets dat plaatselijk gebeurd is. Iets dat over heel de wereld gebeurd is, iets over corona, het kan al iets over mijn persoonlijk leven, iets over iemand anders zijn persoonlijk leven, het kan allemaal. Maar daar gaan we het dus over hebben. Nu, wat dat wel speciaal is aan deze YouTube-series is, het zal niet enkel van mij komen. Wat bedoel ik daarmee? Is dat jullie ook inbreng mogen hebben. Dus, hebben jullie een verhaal? Hebben jullie iets van, ja weet je, dit is echt fucked up en ik wil dit delen. Ik heb social media, dus je kunt mij volgen. Ik heb bijvoorbeeld, ik heb Twitter. Ik heb Instagram. En ik heb Facebook. Dus als er iets is, je kunt mij altijd sturen. Waar dat er ook is, wilt je een keer babbelen over iets? Heb je een heel boeiend verhaal dat je zegt van, ah wel ja, dit wil ik nu wel een keer delen. Want dit is echt compleet fucked up en dit is echt belachelijk dat dit kan in deze wereld. Dan mocht je mij altijd sturen, boys and girls. Ja, dit was het eigenlijk een beetje. Het was maar een hele korte video om gewoon eigenlijk een beetje te laten weten aan jullie van, kijk weet je, er komt iets nieuw en... Ja, dat was het eigenlijk. Dus ik dank jullie allemaal voor te kijken. En ik zie jullie graag gewoon in de volgende video. Misschien is het wel al een video over Deze Wereld Is Kut. Yo, salutjes!